Ik heb genoeg. Ben je klaar om te varen, Link? Ik ben klaar om te varen, Don. Oh my god! Oh my god! Ik zit op het schip! Hij heet de Heboom! Link, kom eens hier. Kom eraan, wacht hoor. Kijk, kijk die naam. Oh my god! Het zit op de boom! Yo, lekkere makketjes van me. Welkom terug bij een nieuwe Atlas video. Dan gaan we eventjes verder waar de vorige aflevering was geëindigd. Vergeet vooral niet even op dat duimpje te klikken. En veel kijkplezier. Hoega boega, hoega boega, hoega boega. Komt ie hoor. Er komt de Don. Oké, ja, ja, ja. Oké. Ready, set, fire! Boom, 43 damage. Holy shit. En hij is nog niet eens bij ons en is dood. Yep. En die arrows kan je ook weer hergebruiken als je ze goed oppakt. Recyclen, ja, ja, ja. Ja, ook wel van, ja, ja, ja. Ja, ik heb nog niet in de skill tree echt een boot gezien. Dus het wordt even zoeken waar die zit. Ja, inderdaad, ja. Ik zou denk iets, zeg maar, dat ik iets kon leren dat ik met dieren om kon gaan of zo. En dacht, oh, dat wil ik wel hebben. Maar dacht, eerst ga ik pijl en boog leren. Maar toen ik dat had geleerd, kon ik die eens niet meer leren. Oh, what the fuck? Alsof hij grijs werd of zo. Oh, nee, dan moest ik eerst hand-to-hand combat leren. En dan kon ik naar die beast mastery toe. Ah, oké. Okay. Dus het kostte sowieso 2 punten om dat überhaupt te unlocken. Hey, mailtje. Stikjuich. En ik zie kippen. Boom. Lekker, man. Deze boor ook nog even killen. Gewoon even alles even neerschieten wat we neer kunnen gaan schieten. Ark, wat ben je aan het doen? Die hitboxen. Oh, wacht. Dit is geen ark. Dit is Atlas. Oh, we got him. We got him, boys. Even doorheen lopen door die arrows. Dat ze even op kunnen pakken. Ik weet ook wat je met bogen... Of met bogen niet, met bonen kan. Daar hebben we best wel ook veel van. Ik weet niet wat je ermee kan. Oh, ik ben trouwens nog omhoog, Don. Lekker. Ja, ik echt bijna. Ik moet echt 1 beestje killen. Zal ik voor die Beast Mastery gaan dan? Kan je doen. Oké, ik ga even kijken. Ja, ik ga echt volledig voor het schip bouwen. Alleen, dat duurt nog wel even. Ja, ik ga even kijken. Ik denk dat we deze aflevering in ieder geval niet van dit eiland afkomen. Ik denk het ook niet, nee. Even kijken. Stop weer een HP. Toppie. Er zit trouwens ook nog wat cooked meat in het vuur. Oké, lekker. Ook vitamine. Oké, we gaan hem leren. Accept. Ja, dat kost 2 punten. Ik heb het geleerd. Don, ik ben de Beastmaster. Oh. Ja. Ik kan een bola uiteindelijk doen. En breeding zit erbij. En riding. En command. En sneaking. Ik ga een bola doen. Bola, taming, hoppakee. Oh, dan heb je allemaal tier dino's, zeg maar. Niet dino's, maar gewoon beesten. Oh, nice. Bola. Waar kan ik een bola maken? Moet je maken in een tannery. Wat is een tannery nou weer? Alleen een smithy. Hé, als ik een bola wil maken, moet ik dat maken in een tannery. Weet je wat een tannery is? Ik weet wat het is, maar ik kan het niet maken. Oh, wat betekent het dan? Dat heeft vast iets met leren huiden te maken of zoiets. Even kijken waar dat staat. Ja, dat staat in de tweede tabblad van skills. Staat er bij chemicals en tanning. En dan kan je tannery maken. Alleen, daar ben ik langs gegaan. Ik ging voor weaving en dan de secrets of building. En ik kan nu een houten huisje maken. Zodat ik zo snel mogelijk die seamanship kan unlocken. Dus ik hoef echt nog maar 1 level voor om een bootje te kunnen maken. Oké, dan moeten we daar even op focussen. Nou, ik ga even nog even op de jacht. De jacht is geopend. Ik ga even wat beren. Of niet beren, maar zwijnen doodmaken. Is het jachtseizoen? Ja, Atlas jachtseizoen. Stem nu voor beste serie. Yes, alsjeblieft, dankjewel. Yeah. Oh my god. Ja, stem trouwens eventjes op de Video Awards voor Fortnite jachtseizoen als beste serie. Doe dat eventjes, kijkers. Doe het voor de memes. Thank you, kijkers. Very cool. Jezus, wat heeft dit voor een grote gewei, joh, dit beest? Hij was een soort... Oh my god. Oké, welk level ben jij voordat je dadelijk helemaal vrot gaat schieten? Level 9. Oké, we gaan het gewoon proberen. We gaan het gewoon proberen dit ding te killen. Oh my god. Oké, ook even het zeggen. Geen AP eraf. Maar hij heeft 3 hit en dan is hij weg. Oh my god, ik ben Goron. Oké, mijn bots zijn gewoon legit gewoon gebroken door hem. Wat een stinkend beest ben je ook gewoon. Oh, je de primeet krijg je wel. En leather. Nice. Leather hebben we vast ook wel voor dingen uiteindelijk nodig. Deze boor ook eventjes nog een keertje door zijn kop heen. Ja, hij heeft liefde. Dus betekent dat iemand bij hem is, denk ik. Goodbye. En jij komt eraan. Dat is 1 shot. Dat zijn 2 schoten. En dat zijn 3 schoten ook weer neer. We gaan lekker. We hebben nu al half leveltje weer. Dat is super chill. Maar ik kan op zich aan de ene kant ook best wel weinig leren of zo, denk ik. Gaat heel langzaam. Je moet echt goed kiezen van, oké, welke skills ga ik in investeren. En als je met meerdere mensen bent, is het natuurlijk veel makkelijker. Kan je het splitsen. Don en ik natuurlijk ook niet ook hebben gedaan, maar het is anders best wel lastig. Is het nou een koe? Is het nou een koentie? Het is een koe. Het is een koe. Oh my god. Oké, geraakt. En laatste schot. Oh, hij juckt hem. En... Are you kidding me?
Nee, ik wil een Conti killen. Oh my god. Nou, die koe gaat er wel vandoor. We killen even deze zwijn, denk ik. En boom. En boom. En boom. Oh, ik ben level omhoog. Maar de, waarom gaan deze dingen niet dood? Hallo? Waarom? Oh my... Level 233! What the hell? Oh, was een alpha pick. Are you kidding me? Oh my god, ik ben dood op level 200. Are you kidding me? Oké, ik moet snel mijn spullen gaan vinden. Ik zie daar een straal. Yes. Ik zie ook hier gewoon een makketje liggen. Hé, hey, hoe gaat het met je inventory pick? Dankjewel voor al je spullen. Oh my god. Ik dacht, waarom gaat hij niet dood? Mag iedereen HP of hij level 200 nog wat, bro? Oh my, ik weet niet dat de alpha beesten in dit spel waren. Mijn alpha varken. Ik heb ook gewoon zin om donder in te lokken dat hij het even gaat doen. Oké, val me alsjeblieft niet aan. Ik ben een makkertje, ja? Ik ben een mankertje. En dan doen we... Alles hier zit transfer al. Top, dankjewel voor alle spullen. Ben jij die level? Je hebt level 11. Oké, even mijn armortje weer lekker aantrekken. Thank you, armor. Very cool. Even drag body of zo. En dan ga... Yes, ik neem hem mee. I take you with me. Nee, grapje. Ah, laat me daar liggen. Ik kan je wel uiten. Ik krijg ook gewoon skin en animal meat ervan. Chill, thanks. Maar goed, ik ben wel level omhoog. Dus dat is wel heel erg chill. HP. Stoppen we het voor nu wel weer. Oké, waar had Donner geïnvesteerd in? In deze structures, denk ik. Denk dat hij dan ook gaat leren. Oké, dan hebben we die... En dan even kijken. In een tannery moeten we maken. Is dat een tannery? Dat is wel een tanning. Oké, hier een tannery. Giving skills een tannery. Oké, deze hebben we nodig. Dus dan moeten we deze leren. En volgende level omhoog kunnen we een tannery gaan maken. Nice. We zijn alweer halverwege. Dat is echt super chill. Jij bent level 5. Server is oversubscribed. The number of players to another service close. Oh nee! Ah, oké. We got the pick. Nou, dat is dit 10 minuten. Nou, dat is nog wel even genoeg. Weten we hoe lang deze aflevering nog maximaal gaat duren? Hallo Mil, ik schiet je even door je kop heen. Thanks. Hallo Bor, ik ga even kijken welke level je bent. Voordat ik dadelijk weer level 200 nog wat Bor achter me aan heb. Is ook niet zo fijn. Thanks. Thank you for dying. We zijn echt best wel close op level omhoog. Moet echt iets meer dan 10 XP. Ik zie daar weer zo'n koetje lopen. Dus gaan we die denk ik even killen. Headshot op een koe. Lekker man. Dus hakken we eventjes. Dan krijgen we natuurlijk prime meat van een ladder. Denk wel handig. Zo. En hoeveel hebben we nog nodig? Nog 9 XP. Vind je jammer dat je die boars net niet kan toeshotten. Waardoor ze hem echt net één keer raken. Oh, het is een turtle. Oh my god. It is a turtle. Hello turtle. How you doing? It is so cute. It is so cute. Ik ben omhoog. Ik ben omhoog. Are you kidding me? Lekker man. What the fuck? Gewoon een turtle. Nice. Ik krijg ook gewoon ladder van. En een shell. Oh nice. Hij Don even mee verrassen. Maar kijk Don. Ik heb een shell. Ik heb een tankstation. Ja, 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 ja. Goed, we gaan ook even meteen leren voordat we dadelijk eens dood zijn. Deze willen we leren. Hallo? Oh nee, wacht. Eerst moet even dit natuurlijk doen. Dat was bijna vergeten. Skills. En dan gaan we hierheen. En dan een tannery. Toppie. Oké, snel naar Don. Snel naar Don. Welke soort van beuken, zie je dat? Oh, wat doe je? Hier, wat deed ik nou weer voor powerslag, joh? Hey aapje. Power smack. Boom. Je doet ook echt een power smack. Geweldig. Beter is Don nog, zeg maar, waar we net waren. Ben ik gewoon een makkertje. Ik zie hem daar lopen. Nice. Wacht op mijn stamina. Ik ben een beetje moe. Oh, ik zal voor mijn foundation plaatsen. Ja, dat is Don. Nice. Hij heeft ook een turtle gekilled. Goddammit. Wil ik even stoer doen en primeuren? Gaan we even laten schrikken. Teringlaaier. Godverdomme. Ouwe, hoe ben jij doodgegaan door een alfa zwijn level 223? Ja, ik wil het je net vertellen. Ik was even van die zwijnen aan doodmaken. Ik denk, oh, er zijn er twee. Kan ik wel eventjes aan. Ik dacht van, waarom gaat geen HP bij me af? Hij charged hem af. Ik was dood. Ik zag 200 door wat staan en dacht, oké. Hey, maar ik kan een tannery maken. Level 7. Ja. Ik kan zo'n tannery maken, zag ik. Doe je ding, zou ik zeggen. Ik heb nog levels nodig om uiteindelijk een schip te kunnen maken. En ik wilde ook een huisje hier maken. Maar dat kan niet, want dit is niet ons territorium. Are you kidding me? Yep. Er staat erbij, place claim flag to claim territory here. Ja, ik moet zeg maar nog 16 metal hebben voor een tannery. Ja, ik moet nog even wat beesten doden, want ik heb gewoon te weinig levels. Ik moet nog 1 level en dan kunnen we een bootje maken. Oké, focus je erop. Dan ga ik me even hier op focussen. Oh, Don, ik heb een metal steen gevonden gewoon. Oh, nice. Pickaxe om de moeder. Ja, how convenient. Oh my god. Lekker.
Ik heb 36 metal erbij, alleen ik ben heel zwaar. Oké, de volgende keer moet ik even wat in weight gaan doen, want ik heb echt natuurlijk super veel spullen bij me. Metal is super zwaar. Oké, we hebben fiber nodig en hout. We hebben ook rice of sugar. Ik denk dat ik die eventjes kan droppen voor nu. Ik denk dat het heel erg belangrijk is. Kan ik wel iets sneller lopen. Sugarcane is denk ik niet heel erg belangrijk. Oh, trouwens eventjes met deze hakken. Ik krijg hout natuurlijk. We hebben 120 hout nodig. En eventjes nog wat fiber hebben we nodig. Gaat helemaal goed komen. Oh, ik krijg een shared expand natuurlijk ook. Dat is ook nice. Link, help me even! Help! Oh, oh. Big. Big. Ik probeer mijn best te doen, alleen ik kan niet meer lopen. Godver. Ik heb een raad. Eigenlijk stil te staan. Ik heb hem. Dank je. Mijn speer brak en ik kon even niet zo gauw mijn van ding wisselen. Oké, gotcha, fam, gotcha. Zijn je pijlen al op dan? Nee. Ik wil er gewoon mijn speer even opmaken. Oké. Ik kan wat anders ook kunnen gaan droppen, want echt stering zwaar. Steen zou ook kunnen. Maar ook wel... Oh nee, hier nog meer sugar. Weg ermee. Hier weg ermee, opgedonderd. Oké, hakken. Kijk, hoeveel hebben we nodig? We hoeven nog maar 60. Nee, 80 moeten we nog. 80 hout. Ik kreeg van 30 hout per boom, dat is wel heel chill. Maar ik ga echt steeds slomer en slomer hierheen. Het is gewoon moeilijk om te kiezen wat ik zeg maar moet droppen of zo. Wat prioritizing heeft. En ik wil eigenlijk alles bij me hebben. En ik moet gewoon level in weight. Weet je, anders drop ik wel de helft van de steen, denk ik. Dat het wel minder uitmaakt. We hebben dat ook nodig voor de tannery steen. Nee, dat hebben we niet nodig. Oh, we hebben nog 2 hout nodig. Dat hebben we. En nu fiber verzamelen. Fiber nog nodig, heb ik ook net zo goed steen ook wel meenemen. Hoeveel hebben we daarvoor nodig? Hoeveel fiber? Even kijken. Oh, nog 4. Oh, ik kan het maken. Yes, ik kan het maken. Tannery, here I come. We hebben hem nog gemaakt. Nice. Oké, en wat hebben we nodig voor die smithy? Misschien ook wel handig om dat te gaan maken, aangezien we toch genoeg metal hebben. We hebben meer steen nodig, hout en fiber. Oké, dan zijn we gewoon die materialen ook gewoon even kwijt, dat ik gewoon normaal door kan lopen. Maar dan hebben we in ieder geval die dingen wel gemaakt. Ook een mortar en pestle maken, dat soort shit. Oké, nog 2 fiber hebben we nodig. Dan smaken we eventjes al het steen naar dit. Nog 3 steen hebben. En dat hebben we. En dan nog 20 hout. Nu wordt Don helemaal heen is gegaan trouwens. 2 houtjes. En we hebben hem. Smithy wordt ook eventjes gemaakt. Hallo? Oh, we hebben nu eens 5 fiber nodig. Tuurlijk. Oh, daar is Don. Ja, wat is er? I'm dying. Why are you dying? Geen idee. Ik had net een gevecht met te veel biggen. Ik ben 5 AP en het gaat alleen maar omlaag. Dan moet je even stoppen met lopen, denk ik. Maar ik ben injured. En ik had hulp nodig. Oh, maar ik kan nu wel een shipyard maken en een raft. Nice. Ik heb dat ene ding gemaakt waar ik een bowline kan maken. En ik heb een smithy, want ik had toch genoeg metal. Very nice. Ja, en de metal is tering zwaar. Ik heb 3 AP en er komt niks meer bij. Ga je nu dood? Ik denk het. Nou, als je dood bent, dan span je denk ik weer dat stadje daar. Dus dan moet je hier hierin lopen. Blijf mijn loot en hier liggen. Ja, I will end you out of your misery. Doei, Don! En Don is dood. Waar? Ik weet trouwens niet waar de spullen zijn. Oh my god, are you kidding me? Zo licht is het nog wel. Voor mij is... Oh my god, dat is het onderen gebeurd. Oh my god, hij ligt eronder. Oh, no. Wat een kutspel. Wat een kutspel. Het ligt hier. Hij ligt serieus hieronder. Are you kidding me? Wat een kutspel. Oh my god, are you kidding me? Dit vind ik echt niet chill. Don is sowieso dood, maar dat ze spullen onder het land spawnen. Hier, het zit serieus onder. Ik sta er letterlijk op. Nou, hij vindt zijn straal denk ik zelf alweer. Ik hoop voor hem dat hij er niet onder ligt. That would be very unfortunate. Oké, tannery. Maar kijk, ik wil hem best wel plaatsen. Alleen ik ben bang zijn als ik hem plaats, dat ik dan gewoon kwijt ben. Don. Hoekenboeken. Ik hoop voor jou dat jouw lichaam ook niet bij mij, zeg maar, onder het land ligt. Want mij ligt hij net onder. Hier zou het moeten zijn. Ja, het is hier. Druk maar even op Alt of op K. En dan kijk even onder de grond. Oh. Nee, ik zie mijn lijk wel. Ja? Kan je erbij? Oh, ja, thank you. Ik kan alles pakken. Oh, maar ik schrok zo erg, ouwe. Ik killde je en je lichaam ging gewoon door de grond heen. En ik zag hem alleen maar eronder zitten. Ik dacht, kut. Ja, echt hoor. Oké, wat ik nodig heb om een raft te maken... is... even kijken. Volgens mij heb ik eerst een shipyard nodig. Wacht heel even, ik kijk er even naar. Oké, Link, ik heb nog echt iets van 450 hout nodig. What the fuck? En 210 thatch. Alleen, Jezus, dat is om een shipyard te maken. Maar ik denk, in dat dorpje zit al een shipyard. Zullen we daar even kijken dan? Ja, dat lijkt me wel een goeie. Want dan hoef ik alleen die raft te maken. Ja, dat is goed, want Jezus Christus, man, 400 hout. Ja, daar zijn we dan nog wel even mee bezig. Nou, denk eens dat het hout aan de bomen groeit of zo.
Wat een kutopmerking. Het duurde wel even lang toen ik hem door had. Maar ik wil best wel even een bootje maken hoor. En dan wil ik wel een chill einde is van de eerste aflevering. Natuurlijk hebben we een papegaaitje temmen. We hebben natuurlijk de benodigdheden wel om het te doen. Kunnen we natuurlijk ook de volgende aflevering doen. Zo'n lekker pampigaainti. Maar alles op de tijd, kijk. Alles op zijn tijd. Even drinken. Even water in het ding doen. Hartstikke chill. Maar zo'n makkie dom. Geen idee waar het is. Simon is wel een stadje. Komt helemaal goed. Hey, boom. We zijn in het stadje. Hallo, NPC. Oh, je hebt een shop zelfs? Wat is dit nou weer? Oh, ik kan mijn piratenkleding kopen voor geld. Oh, je hebt currencies. Nice. Een verf kan je kopen. Oké, en ship. Sorry, leuk. Ik ben wat zwaarder. Oh, hey, Don. Dit is een NPC waar je shit kan kopen. Cool, hè? Oh, kijk hoeveel dode money ook gewoon liggen. Ik ga even bij hem kijken. Hallo meneer, wat bent u? Ook een... Oh, Don, hier kan je een boot kopen. Kopen? Oh ja! Ja, bij de hem moet je zijn. Oh, dat is fucking goedkoop, een blueprint. Ja. Heb je alle spullen al? Wacht, wait a second, dit is een blueprint. Dus... Ik heb werkelijk geen idee. Kunnen we maken hier of zo? Ik denk het. Heb je genoeg height? Ik heb genoeg. Ben je klaar om te varen, Link? Ik ben klaar om te varen, Don. Oh my god! Oh my god! Ik zit op het schip! Hij heet de Heboom! Link, kom eens hier. Kom eraan, wacht hoor. Kijk die naam. Oh my god. Het zit op de boom. Oké, lower anchor kunnen we in het midden doen. Oh my god, vet. Oh wat, dus ook... Dit ding kan gewoon levelen. Echt waar? Oké, hier als ik af ben is het minder zwaar. En als ik op ben, zie je dus de zwaarte erbij ook gegaan. Klopt, ja. Oké, oh jezus, hoe werkt dit? Is het zeil? Zie jij een stipje ook in de linkerkant van je map? Ik zie een stipje aan de linkerkant, ja. Ik wil er ook best wel heen. Laten we anders daar naartoe gaan. Ja, sure. Dan moeten we naar... stuurboord. Nee. Dat is west, toch? Als de map gewoon noord boven heeft, dan is dat toch west? Ja, dat is stuurboord. Oké. Even kijken. Stuurboord is die kant op. Daar. Ja, oké. Ja, mijn kutkompas ziet er lelijk uit. Oké, gaan we. Oké. Dan ga ik wel even om die steen. Oh mijn god, we gaan varen. We gaan varen. Oh mijn god, we gaan! Ja! Yes! Een dansje doen! Heerlijk dit. Lekker Jensen. Oh heb jij god. Nog wel genoeg eten? Ik dit heb kan nog wel eens een reis worden namelijk. Ik heb 4 vleesjes. Wacht, ik split mijne. Pas op dat het niet in het water teleporteert, want het is wel ark. Oh my god, yes. Thank you, very cool. Tot ziens, land! Tot ziens! We gaan er vandoor! Zelfs komen we ineens Moby Dick tegen. Dat zou wel vet zijn. Het is wel vet hoor, zulke eilandjes zo. En we hebben nu alleen Link, maar... Link, kut! Kijk rechts onderin! Vitals deplete faster! Oh mijn god, wat doet dat? Zeeziek! Nee, dan gaat gewoon je eten sneller omlaag. Oh, wat kut! Nou, ik ga gewoon een beetje eten dat ik in ieder geval vol ben. Ik denk dat het wel handig is. Kijken hoe ver we al zijn, hoor. We gaan best wel rap, hoor. We zijn er best wel ver aan het gaan, Don. Ik heb eerlijk gezegd ook een vermoeden dat er in het westen eigenlijk niet zo gauw iets ligt. Nee, ik heb eigenlijk gewoon het gevoel dat steentje gewoon een bug is of zo. Dan word ik wel een beetje verdrietig. Nou, gaan we dood. Dan gaan we dood. Dat is waar. Dan gaan we ten onder met ons schip. Wil jij anders het zeil even proberen? Ik wil het zo even proberen. Even kijken wat je allemaal mee kan doen. Je kan full close all sales 100%. Open all sales. Oké, je kan hem dus dichtmaken. Je kan 10% minder doen, 10% meer. En rotate. Oh, dan kan je hem zoveel graden omdraaien. Dat is vet, man. Oh, chill. Ik ga ze nu 45 graden doen. Oké, dan gaat hij dus die kant op. Oké. En dan gaan we terug. Oh, nice. Even kijken, want nu ben ik voor mij een beetje aan het prutsen, denk ik. 57 hebben. Wat ben ik aan het doen? Don, ik ben het aan het verneuken. Help. Ik weet niet hoe... How do I sail? Ik weet niet precies hoe die mechanics nog werken van dat ding, maar daar kom ik vast wel een keertje achter. We zitten op de boom! Yeah, we zitten op de aboom. Oh yeah. Zal ik anders even zo dansen? Misschien beter van de thumbnail, weet je wel, zo. Aboom, 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 aboom. Oh, mooi voor het thumbnailtje, denk ik zo. Link, rots in zicht! Rots in zicht! Haal de ankers naar binnen. Oh, wacht, die zijn al binnen. Hey, tegen de tijd dat we er zijn, kan ik wel even koffie zetten. Ben zo terug. Oké, veel plezier met koffie zetten. Wat nou, hè, lieve? Kijk, wat als ik Don en nu af ga duwen? Dat zou wel leuk zijn. Ik ga gewoon even zo... This is Sparta! Pff, en dan gooi ik me gewoon in het water. Dus je denkt koffie aan het halen. Oh,
Ik ben... De raft is level omhoog. Oh my god. Oké, okay, wat moeten we dan doen? Oh, oké. Okay. Additional crew. Increase the total number of passengers allowed on the ship. Kunnen 0.2 erbij. Dus moet je 5 levels erin doen om je überhaupt 1 persoon meer op te hebben. Nu kunnen er 3 mensen op. Dus dat is heel chill. Dus dat hebben we eigenlijk niet nodig. We hebben hier... Even kijken hoor. Additional weight. Kan 30 weight extra bij. Hebben we ook niet echt nu nodig. Reduce sinking rate and reduce rate of offshore item. Sporting and character evaluation. Oké, en dit is. Adds more beds, compress crew, bla 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 bla. Ik denk dan een van deze twee dat het beste is om te doen. Maar ik ga dan even aan Don vragen wat hij ervan vindt. Het duurt wel lang tot we bij die rotsen zijn. Het duurt wel lang. Maar hoe meer ermee zeilt, hoe meer XP die krijgt. Ik weet niet precies hoe dat zit hoor. Het zal allemaal wel. Ik ga ook even trouwens 15 pijltjes maken. Ja, hallo. Onze boot is trouwens omhoog. Ja, ik zie het. Dan moet je even kijken. Wat zullen we erbij doen? Ja, ik zit te twijfelen tussen die onderste twee, zeg maar. Per ship. Oh, doe accommodation. Joh, dan hebben we een bed, toch? Of niet? Nou, ik weet niet precies of dat het is. Weight is ook wel handig. Ja, maar kijk hoeveel weight er nu op zit vergeleken hoeveel we hebben in max. Ja, dat is waar, dat is waar, dat is waar. En die crew membership, we kunnen sowieso 3 mensen op dit schip. En dan moeten we 5 levels erin doen om überhaupt 1 iemand extra te hebben. Oh, jezus, ja. Ik stem voor accommodation. Oké, doen we dat. Yeah. Yeah, good job. Nou, daar aan die kant zit ook nog allemaal rotsen, maar echt super ver. Oh, wat? We zijn voorbij het stipje gegaan. What the fridge? Inderdaad, lol. Waarom zagen we het niet? Ja, ik was ook helemaal niet, aan het opletten. Ik zag die rots. Ik dacht, oh, dat is dat denk ik wel. Ja, dat dacht ik ook. Oh my god. We zijn echt ver, man. Beter kunnen we aanmeren daar. Dan gaan we naar die rots ook, hoor. Ja, nee, tuurlijk. We zijn nu ook al bijna. Dat wordt ons eiland, Link. Ja. Ik ben trouwens een lekker baardje aan het groeien, Don. Het ziet er goed uit. Wel zo'n lekker baardje. Ja, zeker wel. Ik kijk ook wel echt naar je op, hoor. Ja, toch wel? Gewoon mijn kin zit op jouw borst. Jij bent echt een klein makketje. Ik heb hem zelf wat kleiner gemaakt, maar je bent echt een klein makketje. Ja, korte pootjes, hè. Die, ja. Die pootjes, die doen het hem. Ja, mijn haar begint ook al lekker te groeien, eindelijk. Ook wel fijn. Ja, oh, jij gaat toch op lange termijn een knipbeurt voor me krijgen, joh. Oh. Oh, ja, maar ik krijg echt hele lange lokken, krijg ik. Oh, genieten. Ja, lekker hoor. Hey Don, weet je waar we dit aan moeten denken? Nou. Aan Raft. Nou, welkom bij een nieuwe aflevering. Mil. Yes. Zijn dit trouwens eigenlijk allemaal dingen? Zijn elderberries. De elder. Ik zit echt best te atten totdat echt mijn dieet kut is, joh. Het is echt eigenlijk niet handig. Ja, ik heb echt super veel vlees in mijn inventory wat niet gekookt is. Oh, ik heb ook, ja... Ik had er heel veel gedropt. Even kijken of ik hier een tannery neer kan zetten. Oh my god, kijk! Oh mijn god, wat gebeurt er? Wat gebeurt er met de server? Oh, wat? Wat ga je er allemaal mee? Ik heb geen... Ouwe, mijn server liep compleet vast bij mij. Alles. Ja, Smit plaatst dan ook denk ik meteen. En dan de andere kant. Oh, wow. Ik kan vast wel een storage box dan hier opmaken. Kijk trouwens achter je. What the fuck? Een Smitty! Hey, Smitty! Yay! Als goed kan ik hier dan een bola in maken. Ja, ik kan hier een bola in maken. Oké, dan heb ik 36 fiber nodig, 9 steen en 10 thatch heb ik. Dat komt helemaal goed. Steen heb ik denk ik ook nog wel. Ik heb ook nog Mag steen. Mag ik 5 hout van jou? Sure. Ik stop het hout hier waar 4 in. Ik heb een bola. Thank you. Ik heb een bola gemaakt, Don. Kijk eens even naar voren, naar Noord. Of naar, we zijn dichtbij. We zijn er bijna. Even dit allemaal weer uitpakken. Kan ik het ook weer oppakken, dit ding, of niet? Trouwens, wel het enige nadeel is, zeg maar, dit ding heb ik nu al hier neergezet, maar die krijg ik nu niet meer af. Nee, maar dat maakt op zich niet uit, want dan is dit gewoon een soort mobiele basis. Ja, ik denk het wel. Beter dat hij ook gewoon niet meer despant of zo. Zo, of decayed. Ik zie het al gebeuren, hoor. Maar ik heb dus een bola. Oké, laat even... Zal ik er anders rechts omheen gaan, dat we aan de achterkant komen, zeg maar? Sure. Is goed. Kijk, zien we deze ook op de map nu? Oh, dit is gewoon echt een compleet nieuw eiland. Kijk maar op de map. Ja, ik ga denk invaren bij dat rechtsboven, dat, wat zeg ik? Dat inhammetje. Ja, lijkt me slim. Ik hoop dat we erin passen. Ja. En anders moet je gewoon hard duwen, hè? Anders gewoon hard duwen. Dat is altijd wat mijn vader ook altijd zei. Ja, die glibberen. Ja, verder op noord hebben we nog een eiland. Dus daar zouden we ook nog een keer naartoe kunnen. Het schip is... Oh, de raft level up. Oh my god. Ik heb hem al gewoon vast in accommodation getiefd. Nee, helemaal prima. Alsof voor dat wakke eilandje hier. Wakke bed. Meuk. Oh! No! Nee! What the fuck? What the fuck? Nee! Server shutdown! Nee! Tom! Nee! Anker! Anker! Hoe doen we dat? Oh my god! Geen idee! Nee. Oh my god! Ik heb geen idee! En de server is voor mij uitgevallen. Oh my god, are you kidding me? Oh my god, dit is zo kut. Dit is zo kut. Oh my god. Ik hoop dat we niet alles kwijt zijn.
Ja, deze aflevering heb ik natuurlijk wel aan twee gespitst voor jullie. Dus ik hoop dat je deze serie een beetje leuk gaat vinden. Ik zie dat hij nu helemaal vastloopt. Dat we zometeen in de homescreen gaan komen. Bedankt voor het kijken. Bedankt voor het liken. Ik vond het echt zeker weten een leuk spel om te spelen. Ik ben heel erg benieuwd waar het ons naar gaat brengen. Vind je het ook leuk? Doe eventjes een duimpje omhoog. Ik zie hier Lost Connection. En bedankt voor het kijken. En ik zeg dan mijn mening. Dat is later. Later.